Zo Lena, daar zijn we dan. Dit is de kinderkliniek. Ken je die nog? Daar ben ik ook een keertje met jou geweest. Ik weet niet zo goed meer, mam. Kan me niet herinneren. Ja, en nu is je kleine zusje aan de beurt. Die is klaar voor de prikjes. Mama, kijk, die vrouw die is zwanger. Die heeft een hele dikke buik. Dat is vast een hele grote baby. Lena, shh. Hey, dat moet je niet zo luid roepen. Er zijn heel veel zwangeren hier. En ook ouders met hun kinderen. Iedereen komt hier voor onderzoeken of bijvoorbeeld voor geboortes. Zo Lena, hier moeten we dan zijn. Oh, duurt dat lang? Nou, we hebben een afspraak. Ik denk niet dat het lang duurt. Oké. Hallo, goeiedag. Wij zijn hier met Elsa. Oh ja, ik zie het al. Een ogenblikje, neem maar even plaats. Dank u. Lena, ga maar. Daar is de kamer. Zo, hallo. Ik ga daar wel zitten met Elsa. Jij kunt hier spelen. Oh, leuk. Mama, kijk. Ik heb hier een teddybeer. Die hebben ze ook in het ziekenhuis. Mam, duurt het nog lang? Ik weet het niet. Laten we maar eventjes wachten. We wachten al een half uur. Het is echt heel saai. Mag ik even rondlopen? Ja, natuurlijk. Zolang je het gebouw niet verlaat en niks aanraakt, is het goed. Elsa is aan de beurt. Oh, Elsa, we zijn aan de beurt. Lena is nog niet terug. Nou ja, dan maar niet. Ze zal zo wat terugkomen. Wat zijn dit voor rare slangen? Wat daar dan uitkomt? Geen idee. Hier kun je vast een watergevecht houden, dat is geweldig. Oh, dit is echt lekker. Nu nog een warme choco en ik zou zo in slaap vallen. Oh, wat een lieve baby. Is het een jongen of een meisje? En die kinderwagen hebben we ook thuis voor mijn zusje. Maar dan in een andere kleur. Oh, dit is grappig. Ze dragen hun baby's hier zo in een soort zak, als een soort kangeroe. Zo, Elsa'tje, je kunt toch goed zitten en je hoofd recht houden. Ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed met onze Elsa. Oh, en ze kan ook al zo op de buik liggen en zich ondersteunen. Ah, kijk, wat goed. Hier is een toilet. Ik moet toch al. La 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 la. Zo. Dit is wel echt een lekker toilet. Oh. Oeps, de deur was doorzichtig. Nu heeft iedereen het kunnen zien. Hè, wat gênant. Oh, wat is dit dan voor iets interessants? Een baby in een aquarium. Huh? Raar. Nou, kleintje. Krijg je nog lucht? Maar dat is geen aquarium. Er zit geen water in. Nee, dat klopt. Het is geen aquarium. Dit is namelijk een couveuse. Een wat? Het is een couveuse. En dat is een soort van broedkast, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Daar zitten dan kindjes in die te vroeg zijn geboren. En dan kunnen ze wat verder groeien en goed ontwikkelen. Oh, dat is echt interessant. Mijn zusje die had dat niet. Die kwam gewoon uit de buik bij mama. Deze baby die kwam ook uit de buik. Maar hier wordt nog een beetje op gelet totdat het babytje sterker gezond is en de ouders het mee naar huis kunnen nemen. Cool. Dus, nou, kleine rakker, ik hoop dat het je goed gaat. Oh, Lena, daar ben je al. Kijk, we zijn net klaar met Elsa. Oh, hoi mam. Moet Elsa ook in zo'n couveuse? Een couveuse? Nee joh, alles is in orde met Elsa. We gaan weer naar huis. Oké.